Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvaart doen. En ik ga beginnen met de rondjes. De tea leaves, zo moet ik ze eigenlijk noemen. De tea leaves. Ik ben heel erg benieuwd voor wie dit bedoeld is. Kijken wat resoneert. Pak er de stukjes uit. Oeh, dat zijn er veel te veel. Pak de stukjes eruit die voor jou zijn. En dat kan van alles zijn. Hè? Het kan een woord zijn. Het kan een combinatie zijn in kijk wat het is. Het hoeft nooit het hele verhaal te zijn. Er valt er al eentje uit. Mocht je ruggespraak willen houden of even ergens inzicht over willen hebben, je kunt me bellen. En je kunt ook een persoonlijke reading aanvragen. Als je nog geen abonnee bent, druk op de bel. Ik ben heel erg benieuwd wat de dagvibe wil zeggen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de jaarreadings. In de zin van dat het toch altijd weer spannend is wat het jaar gaat brengen. Los van een reading natuurlijk. Ik heb veel reacties gekregen. Dank jullie wel. En natuurlijk voor iedereen nogmaals een heel gelukkig, fijn, gezond nieuw jaar. Wat is er voor de dagvibe? Wie moet dit horen? Kijk eens, hij valt in mijn hand. Kijk eens, daar klapt hij al. Ik begin met deze. Het zijn een beetje chaotische momenten. En het is belangrijk dat je een beetje meer tot jezelf komt. In die zin van even terug naar, wat ga ik ook weer doen? Wat wil ik voor de komende dagen? Hoe wil ik het gepland? Want als je zo, ik voel ook een beetje de chaos, de rommeligheid. Waardoor je eigenlijk zo versnipperd bent dat de tijd voorbij vliegt en eigenlijk ja, kom je niet echt tot iets. En dat is natuurlijk ook heel erg fijn, maar ik heb het gevoel dat er hier iemand is die dit wel, ik wou bijna zeggen, in je rugzakje mag meenemen. In de buidel van de kangaroo. Dat het belangrijk is om toch iets in de planning te hebben van wanneer je wat wil afhebben. En het kan om iets heel kleins gaan. Het kan om een keukenklusje gaan. Misschien moet je naar de schoenmaker. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Alles wat er uit mijn mond komt hoort bij de reading. Jullie weten het van mij. Maar het is belangrijk. Ik ga kijken wat de rest van de kaarten zegt. Juk. Carefree time. Je krijgt als je die plannen hebt gemaakt, want dat is belangrijk, als je die plannetjes gemaakt hebt, en dat is ook niet te groot, hè? Het kan om echt hele kleine dingetjes gaan, dat je gewoon even opschrijft, wat wilde ik nou ook weer halen bij de supermarkt? Waar moest ik nou ook weer naartoe? Waar moet ik aan denken? En dan ben je eigenlijk al, dan heb je eigenlijk al een soort van plannetje, omdat je weer overzicht hebt. Het gaat mij meer om het overzicht. Dat is wat er in deze kaart, in deze legging, in deze dagvibe bedoeld wordt. En dan kun je ook veel meer tijd uitsparen. Wat ik net al zei, in plaats van het versnipperen en je tijd vliegt uit je handen. Want ik voel hier iemand die denkt, oh, ik moet nog zoveel doen en ik wil dit nog en ik wil dat nog. En als je het eigenlijk op een lijstje zet, dan valt het wel mee. En dan hou je aan het einde van de rit, hou je tijd over. En dan kun je luchtig achterover zitten. Wauw. Bowl. Plenty of material things. Material things. Kan het zijn dat je je misschien wat meer mag ontdoen van spullen? Dat ook een beetje dat rommelige gevoel geeft. Ik voel echt hier iemand die rommelig, warrig, het lijkt allemaal veel, maar uiteindelijk kan het misschien ook gaan om spullen weggooien.
En dat hoeven maar drie dingen te zijn die een hoekje alweer luchtiger maken. Het lijkt alsof je jezelf een beetje verzuipt in drukte die eigenlijk, als je het allemaal optelt, wel meevalt. Spullen of gedachtes of klusjes. Ik wil nog één tealeaf. Nog één tealeaf. Deze moet eruit. The Valley. Deep personal strength and peace that assures success. Er wordt kracht van je verlangd. En het kan zijn dat je ergens mee bezig bent in een specifiek iets waarvoor je even hard moet maken. Het kan ook zijn dat het gewoon in het algemeen voor je geldt, op dit moment, in deze periode, dat je, en dat weet je zelf ook wel, het kan zijn dat je ergens met de pet naar gooit. En dat staat ook in verband met die rommeligheid. Je doet maar een beetje. En nogmaals, dat is ook heel erg fijn, maar je hebt er zelf last van. Je weet dat er dingen op je liggen te wachten. Je weet dat er misschien, of het nou een berg was is, het maakt niet uit waar het over gaat. Je hebt op een of andere manier, heb je voor jezelf iets op te ruimen, iets in beeld te brengen, iets in kaart te brengen. En dan krijg je ook succes. En wat ik al zei, aan het einde van de rit hou je tijd over. In je hoofd en in je huis en het lijstje wat je kunt afwerken. Ik ben heel benieuwd wat de kristalkaarten zeggen. Wat zeggen de kristalkaarten voor de dagvibe? Iemand heeft een beetje te veel het gevoel dat het te druk is. Het gevoel, want nogmaals, als je het allemaal inventariseert, dan valt het heel erg mee. Het is meer het idee. Het idee aan drukte. Het idee aan de rommeligheid. Oh, wat kan je gedachten, je hoofd daar zo van opknappen. The outside looks grand, the inside is a mess. Ik heb het gevoel dat jij dit zelf bent op dit moment. Je houdt je voor de buitenkant keurig, op orde, haartjes gestreken, blouseje gestreken, om het maar even zo te zeggen. Alles ziet er piekfijn uit, maar van binnen ben je rommelig en doe je van alles door elkaar. Dit is heel bijzonder. Deze kaart heeft echt deze betekenis in deze dagvibe. Je bent van binnen een beetje een zootje. En niet omdat er iets aan de hand is in je hoofd. Het is meer het idee. Ik herhaal mezelf weer, maar ik wil het toch de nadruk opleggen dat je te maken hebt met te veel spullen die niet op orde zijn in je huis. Het is te veel, het is rommelig. Je plannetjes, je huiswerkjes, je klusjes. Er ligt gewoon te veel. En in die zin is het een beetje een mes. Een rommeltje. En van de buitenkant weet je het allemaal heel mooi en verzorgd te houden. Dus er zijn ook geen mensen die het aan je zien. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar je bent van buiten in de looks ben je opgeruimd. En van binnen is het eigenlijk een beetje een ravage. Je gebeden worden verhoord. Er is hier een teken dat zo bezig is met iets te verlangen. Je bent zo bezig met een verlangen te willen vervullen. Er wordt iets verhoord. Er wordt een verlangen vervuld. Dat is wat ik hier eigenlijk zie. Er wordt een... kijk eens. Deze valt om. Die moet ik hebben. Act now, think later. Dit heeft ook te maken met wat hier ligt, waar we mee begonnen met de kangaroo. Als je gewoon meteen georganiseerd gaat worden met jezelf, dat je jezelf even kwaad maakt en dat je het even gaat doen van nou, ik ga dat lijstje maken, ik haal alle spullen die ik nodig heb, ik gooi spullen weg die ik niet meer nodig heb, ik maak mijn klusjes af, ik koop mijn nieuwe schoenveters, wat het dan ook is, en je krijgt weer overzicht. Niet over nadenken. Je bent geneigd. Er is hier een teken dat geneigd is
om de hele tijd weer te herhalen van, oh, wat moet ik toch allemaal doen? Oh, ik heb nog zoveel te doen. En in die tussentijd blijf je alleen maar in die gedachten hangen. Dat is wat ik hier zie. In plaats van dat je gaat acteren, blijf je hangen in de gedachte dat er nog zoveel moet gebeuren. Moet, 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 moet. Misschien is het verstandig om het woordje moeten te vervangen door willen. Want dan krijg je ook meer het gevoel van dat het je wens is die je hebt. Misschien is het ook wel een verlangen. Dat je nou geordend en in een opgemaakt bedje kunt komen voor jezelf. En met een opgemaakt bedje bedoel ik in dit geval een huis. Het kan een huis zijn. Het kunnen je gedachten zijn die op orde komen. Het kan van alles zijn. Het kan zijn dat er een schoenenkast op orde moet komen. Het kan ook groter zijn. Het kan zijn dat je bureau met werk eindelijk georganiseerd wordt en alles in de goede mappen. Ik noem maar een aantal voorbeelden, zodat je het kunt kijken of het resoneert met je. Er zijn heel veel mensen die kunnen niet altijd de mogelijkheden begrijpen die het kan betekenen. Maar het kan over van alles gaan. Degene voor wie dit bedoeld is, die weet waar het over gaat. Kijk nou eens, je hebt te maken met een stier. Er is een stier in je energie. Of ben jij het zelf? Er is hier een stier. En ik heb ook het gevoel dat er hier een teken is dat gek is op dieren. Misschien is dat wel wat je mag opruimen of schoonmaken of bij moet knippen. Ik weet niet wat het is. Er is een stier in deze dagvibe. Ik wil nog één kaart uit de kristallen. Eén kaart uit de kristallen. Het is gewoon handig om meteen aan de slag te gaan. Oh, is dit je ex misschien, die stier? Zit je zo ongelooflijk in je hoofd met een ex, dat je gewoon, dat het niet van de grond komt wat je eigenlijk nog voor je neus hebt liggen om af te maken. Het kunnen naaiklusjes zijn. Het kan van alles zijn. En nogmaals, het is helemaal niet erg dat het er ligt, hè? Daar gaat het niet om. Maar er is hier een teken dat er last van heeft en niet weet van hoe kom ik daar nou uit? Het is een soort kluwe die ontward mag worden. Je hoofd zit vol. Je hoofd zit vol. En dat zou heel goed kunnen zijn met een ex. Is je ex een stier? Oh, ik wil nog een wijsheid van een orakel erbij. Wijsheid van een orakel. Van het orakel. Wat zegt die? Welke kaart moet er uitkomen? Kijk eens, daar komt hij al. Tussen twee werelden. Wauw. Je zit in de rommel en je wil naar schoon en opgeruimd en helder. Je wil naar overzicht. Je wil het ook zelf. Maar het heeft ook te maken, deze kaart, met een ex. Je bent nog niet af van een gevoel voor een ex. En dit kan ook een ander teken beslaan. Ik denk dat het toch hier gaat om één en hetzelfde teken in hetzelfde verhaal. Maar er is hier in ieder geval ook een teken dat zich in twee werelden bevindt. Het heeft te maken met van rommel naar van. Er is ook een kaart en die heet van chaos en conflict. Dat is niet wat ik voel. Het heeft te maken met een been in het oude staan en de weg naar het nieuwe. Er is hier een teken dat heel erg zijn hoofd, zijn of haar hoofd, bezet houdt met alleen maar gedachten over een ex. Misschien ben je zelf een stier, misschien is de ex een stier. Maar je bent er niet helemaal bij. En dit kan een hele goede oorzaak zijn van het feit dat je zo ongeorganiseerd op dit moment bent. En dat je niet in staat bent om in volgorde dingen af te handelen en dat je maar wat doet. Maar je leven wordt luchtiger. Er wordt hier een verlangen vervuld en je leven wordt luchtiger op het moment dat je het gewoon gaat aanpakken. Misschien is het belangrijk dat je die ex gaat bellen. Ik weet niet waarom.
Ik geef dat soort adviezen nooit. Ik wil nog één kaart. En dat is de magische wegwijzer. Er is iets waar je mee rondloopt. En dat kan ook in die kluwen zijn. Dat je daar niet uit bent. Dat je wacht op een antwoord. Dat iemand jou nog een antwoord verschuldigd is. En dat dat een hele prangende vraag in jouw hoofd is. Die blijft maar opkomen. Als je daar het antwoord op hebt, dan word je misschien ook rustiger in je hoofd. En kun je je dingen gaan aanpakken. Ik ben heel erg benieuwd. Boze geesten. Nou, boze geesten. Er zijn geen boze geesten. En ik vind het ook een beetje een lastig begrip. Maar het heeft eigenlijk te maken met het feit dat je hoofd wordt geplaagd en getergd door gedachtes. En door verwarring. En door rommeligheid. Je hebt je gedachten, ja, ik wou zeggen je gedachten niet op orde. We hebben onze gedachten nooit op orde. Het kan hooguit eens een keertje wat rustiger en wat stiller zijn. Maar er komen heel veel wolkjes langs. En op een of andere manier word je continu, ja, eigenlijk geplaagd door dat ego. Dat continu met die gedachten langskomt. En je eigenlijk afhoudt van waar je zo graag mee aan de slag wil en waar je mee wil stoppen. Je wil stoppen met denken. Je wil stoppen met denken over een ex. Of over die ex. Over de laatste ex. Liefteken voor wie dit bedoeld is. Het komt echt goed. Er komt echt lucht. Er komt echt lucht. Want op een gegeven moment ga je vanuit die stoffige, bewolkte periode, ga je de stap zetten naar helemaal schoon en fris. En dat heeft echt werkelijk, ik denk dat het hier allemaal één, dat het één verhaal is wat hier ligt. Je zit in een rommelige periode en dat heeft te maken met je gedachten die continu worden opgeslokt door iemand aan wie je denkt, man of vrouw. Pak het rustig aan, ga er rustig voor zitten, maak een lijstje. Kijk wat nodig is om je heen in rust te brengen. En dan kunnen ook je gedachten en je hoofd kan wat minder chaotisch worden. En kun je deze ex, ik denk dat die ex een stier is, ik kan er niks aan doen. Dan kun je dit ook de ruimte geven. Dan heb je in ieder geval één ding waar je je op kan focussen en wat je uiteindelijk wat losser kunt gaan laten, omdat je in een opgeruimder hoofd zit en je huis opruimt. Ik denk dat het te maken heeft met een huis. Ja, een huis, gedachtes, klusjes en een ex die rondspookt. Succes!